Dus dit is uiteindelijk net, dit is de beurskracht, uiteindelijk net een cruciaal moment, 29. Dan even terug in de tijd, ik moet maar even wijzen op dat geboortejaar, 1867. Want als je dan dus doorrekent, 1867, naar het geboren, betekent, ik ben ook altijd bij dit soort dingen, eerst even 33 dus erbij. Hè? En dan als het Guggenheim Museum voltooid is, 59, is notabene Wright 92 jaar. 92 jaar. Hè? Dus in die zin, een man die imponeerde van medevaart. Ik laat nog even de dingen heel snel voorbij komen. Wat maakt Wright bijzonder? Nou, deze Larking Building bijvoorbeeld, en het was een mooi begin om stil te staan bij zijn bijdrage aan de moderne architectuur. Je kunt het je nog wel herinneren, denk ik. Dit is een postorderbedrijf. We hebben het natuurlijk over toch een bouwer in Chicago. En dit is een collega die idem dito ook een kantoorgebouw bouwt. En ik zet die twee maar even tegen elkaar om meteen te constateren als één van de twee moet worden benoemd met het woord modern. Dan denk ik niet of we naar rechts kijken, maar dat we automatisch naar links kijken. En dan komt natuurlijk in eerste instantie de rondboog. Hè, die definieert architectuur heel vaak als van een wat oudere tijd, van verleden tijd. Hè. De rechthoekigheden, ja, die definiëren daardoor al tot moderniteit. Maar het gaat niet alleen over rechthoekigheden versus naar rondheden. Maar het gaat nou ook over de organisatie van het gebouw. Rechts is het nog echt een doos. En links is het helemaal uit elkaar genomen in een aantal elementen. Die Larking Building, ik laat even zien, was eigenlijk al bepaald door een principe wat Wright daarna steeds verder uitbouwt. Wat deed hij toen hij dit als maquette kreeg? Ik weet niet of je kunt... Dit is een maquette, hè? Dit is een gebouw, hè? Maar wat deed hij al toen hij deze doos op zijn bureau kreeg? Hij had al een ontwerp gemaakt voor de Larking Building. Zo moet het niet. En dan komt de ingeving, dat deed hij zo. Hij haalde de hoeken eruit. En wat heeft dat voor een consequentie? Dat de massa die het gebouw als zodanig in eerste instantie is, dat die plaats maakt voor een samenstelling van schermen. Bij Wright wordt de muur gerelativeerd, of beter het gebouw wordt ontdaan van zijn massa en krijgt meer krijgt meer de gedaante van een ruimtelijkheid. Dit zijn liftschacht, dit is de hele bebuizing, trappen, alles wat van belang is wat betreft de verzorging, dat zit in deze torens. Je zou nu al die titel van mooi muziekje even. Soms vraag je af waar die ringtones vandaan komen. Ik kende deze nog niet, maar... terug naar dit beeld. Dit is de Larking Building van binnen. Open ruimte, kantoortuin. We roepen dus, in 1905 is dit echt heel erg uniek. Wat dat betreft, je ziet het ook in de Unity Tempel die kort daarop bouwt. Dat ook hier geldt, dat hij eigenlijk de delen als onafhankelijk presenteert. En dat is een woord... Of eigenlijk een soort adagium, wat we bij Rietveld vorige week ook even hebben kunnen gebruiken. Hè. Hij deed eigenlijk hetzelfde wat Wright hier doet. Je merkt het dak steekt wat over. In de hoeken worden de elementen als apart gepresenteerd. En dan moeten we het omgekeerd formuleren. Want het is niet dat Wright iets van Rietveld leert, maar Rietveld leert iets van Wright. Dus Wright heeft een enorme betekenis voor de ontwikkeling van de Europese architectuur. Hoe kon dat, dat Wright zo imponerend, inspirerend kon zijn? Hoe kon dat? Hoe kon Wright zo zijn sporen achterlaten? Maar hij moet wel uit. Is het al gelukt? Of anders beeld zo meteen nog een keer weer iemand. Je boven geluid, dat kun je uitzetten. Dat is zo'n, luidsprekje. Als je erop duwt, dan kon een kruisje doorstaan. Ja, ik kan het nu niet voor je doen. Dus ik ga verder met het verhaal. We hadden het over de onafhankelijkheid der delen. Maar de vraag was hoe komt het... dat Rietveld geïnspireerd kon zijn door Wright.
Dat zou denk ik even goed om daar denk ik, bij stil te staan. Hoe kan het dat Donald Rietveld is niet in Amerika geweest? Wright denk, is wel in Europa, maar veel te vroeg, uiteindelijk zou je roepen, uiteindelijk, om Rietveld in die zin te inspireren. Hoe kwam dat? Was dat met die portfolio op? Ja, precies, met die portfolio op. Ja. Mooie naam, Waasmoed is de uitgever. Ja, en dat is eigenlijk het verhaal. Maar hoe kon dan uiteindelijk Hans dat het zo inspirerend kon zijn? Want dat is natuurlijk ook wel een dingetje om even bij stil te staan. Omdat het nieuw was. Ja, nieuw was en Wright was een uitmuntende tekenaar. En dat is eigenlijk, zeg maar, je kunt een... Gewoon even helemaal uitzetten, Florence, misschien? Je telefoon gewoon uit. Ja, ben ik benieuwd of we zo meteen... Niet meer onderbroken worden? Ja, ze zullen maar doen, hè? Ja. Goed, nou. De Waasmoedmap, denk ik, is een prachtige teken. Ik heb dat na de vorige keer een keer gesuggereerd. Net, kom je hem tegen, kom je hem niet meer tegen. Wees echt niet bang, hoef je geen zorgen te maken. Er is geen enkele, denk ik, rommelmarkt, denk waar je hem nog uitdenkt. Maar de illusie bij mij is altijd nog naar... In tongeren ik nog eens uitdenk, tussen uitdenk, alle spulletjes door, uitdenk, aan het scharrel ben ik, oh wauw. Nee, want uitdenk, die tekeningen die uitdenk, Wright maakt, dat is één van zijn... Hij weet zich ontzettend goed te verkopen. Dus het is iemand die echt meteen mensen uitdenk, iets kan laten zien. Kijk, nu denken we, ach, we pakken uitdenk, de computer of we zetten een aantal medewerkers aan het werk en die maken uitdenk, zeg maar, daar een render mee en dan wordt het uitdenk, heel overtuigend. Maar in die tijd is dat nog niet een werkelijkheid. Dus uitdenk, vaak worden dat soort bijeenkomsten bepaald door uitdenk, wel een opstand te tonen. Dus zeg maar, uitdenk, een van de façades, uitdenk, een plattegrond. Maar Wright wist uiteindelijk meteen in 3D, dat klinkt een beetje vreemd, maar in 3D wist hij uiteindelijk te laten zien hoe het uiteindelijk eruit zou komen te zien. Dus hij kon mensen meteen, en die tekeningen, dat is ook bijzonder, die zijn echt wel uiteindelijk de moeite waard om in te lijsten. Zeg gewoon mooi. Ik bedoel, uiteindelijk, of je nou wel of niet van Wright houdt, dan kun je altijd nog zijn tekenkunst uiteindelijk waarderen, omdat die, ja, die staan niet zomaar een beetje, hoe zeg je dat nou, uiteindelijk, te zijn wat ze zijn. Die worden uiteindelijk ook bepaald door hè, boompartijen, uiteindelijk. Dus je krijgt meteen de indruk, dit is eigenlijk al werkelijkheid. En die Waasmoedmap was daarom zo aantrekkelijk. Omdat Wright daar dus naar alle bestaande projecten, dus een beetje een wil om alles in overzicht bij elkaar te brengen. Maar alle bestaande projecten samenvatten. Dus met tekst, beschrijving, maar belangrijker nog, notabene ook met die afbeeldingen. Zo'n tweede weg waar langs Wright bekend wordt. Dat is via de wereld van de tijdschriften. Ik heb dat een keer geloof ik genoemd, naar het tijdschrift Wendingen. Wordt door architect Weideveld wordt dat uiteindelijk, dat is de redacteur van het tijdschrift. En die heeft twee keer heeft hij een volledige uitgave, heeft hij aan Wright gewijd. Dus ook via die weg konden mensen in de jaren 20 kennis maken met Frank Lloyd Wright. Want dat maakt wel indruk. Ik bedoel, je zult nu misschien kijken met een, ja, dat is bekende kost, dat maakt niet dat imponeert niet zo. Maar notabene, als je zeg maar, de jaartallen van dit gebouw weer voorbij vliegen, we spreken 1907, 1908, hè, als Wright de eerste plannen maakt, ja, dan zijn we eigenlijk wel een beetje verbouwereerd, omdat het zo modern is. Je merkt, de taal die Wright hier spreekt, is die van een eenvoudige geometrie. Ja, je maakt wel gebruik van het kleur, hè, dat is ook wel typisch misschien voor hem. Maar het ornament, de verlichting, eigenlijk naar alles is van Wright. Hij blijft nog een beetje een Art Nouveau-architect daarin, hè. Maar alles heeft uiteindelijk ook een kenmerkende geometrische eenvoud. En dat maakt dan. Dan stappen we naar het Robey House. Dat is een beetje het slotakkoord van die periode. Dat imponeert ook door alleen al die dakoverstek. Maar het imponeerde met name, en daar wil ik toch nog even aan refereren, door de verandering die in de architectuur van Wright plaatsvond. En a destruction of the box. Is niet van mij. Hè. Ik vond het zo mooi dat iemand dat zo noteerde. En dan ook nog leuk, dat part one. Alsof je naar een spannende televisieserie zit te kijken. Waarbij we vandaag dan de destruction of the box aanschouwen. En er misschien volgende week nog wel weer een nieuw hoofdstuk komt. Nou, in een zekere zin klopt dat. Want dat is niet een pardoes, vernietigen van de doos. Maar dat gebeurt als het ware in stadia. Maar Wright is daar wel van belang. Moet je dat even laten zien. Kijk, ik heb die tekening ooit getoond. Hè?
Dat was, ik denk, dit is zo'n shingle house, hè, een traditioneel plattegrond bekend. En ik denk, om vergelijking te maken, dit is een plattegrond van het huis van Wright. En waar gaat het hier nou om? Om dit moment hier. Dit moment. En dit moment. En je ziet wat hij doet. Ik denk dat dit definiëren als een kamer. En dit is wat minder makkelijk te definiëren als kamer. Dat is, ik denk, eerder een ruimte die op deze plek, ik denk, je ziet het wel een beetje, ik denk, het doorloopt. Doorloopt. Ik hoop dat je het kunt voorstellen wat dat, ik denk, dat in de werkelijkheid van die ruimte, ik denk, betekent. En dit is, ik denk, dat bepaald door een deur. En dit daarentegen kent geen deur meer. Daar kun je. En wat blijkt dan? Dat, ik denk, de zichtlijnen in de huizen van, ik denk, Wright zijn vaak, ik denk, diagonaal. Zijn vaak, ik denk, schuin. Want daar zijn we vandaag naar op weg. Naar Frank Lloyd Wright van het midden, namelijk, ik denk, van de jaren 30. En dan heeft hij, ik denk, in de, ik denk, daarvoorgaande periode wat voorwerk verricht. Maar ik denk nu, jaren 30, begint, ik denk, de schuinte, ik denk, meer, ik denk, zijn plattegronden te beheersen. Maar in potentie was hij eigenlijk naar. Kijk, dit is dat Robey House. Hè? En dan, misschien dat het hier zichtbaar is. Zie je dat? Dat je staat hier eigenlijk in bij de overloop. Hè? Hierachter bevindt zich de trap. Dat is, ik denk, deze, dit is de trap. Hè? Dit is dit hoekje hier. Hè? Maar dit loopt in elkaar over. Dus dat, ik denk, idee van ruimte, zoals ook bij Michon de Roo, bij, ik denk, dat Le Corbusier. Maar het punt is wel, dit is 1900, ik denk, 1909, 1910. En die openheid die de vorige keer bij Rietveld bijvoorbeeld, ik denk, hebben bewonderd vanwege die schuifwanden. Ja, die openheid is pas 1925. Dus daar zit een enorme tijdspanne tussen, ik denk, tussen het een en het ander. En dat maakt het belang van Wright. Dus hij staat echt, ik denk, aan de basis van, ik denk, zeg maar, modern wonen, uiteindelijk dat een nieuwe, uiteindelijk dat idee over hoe dat zou moeten zijn. Dat staat eigenlijk in de basis van de moderne architectuur. Passeer even. Dat was voor velen een teleurstelling. Tenminste, denk die nu terugkijken. Die denken, jezus, denk dat als je dan toch chronologie moet aanwijzen. Je kent het huis waarschijnlijk nog, hè? Dat is dat Hollyhock House, denk dat met die stokrozen die als motief werden gebruikt. Wat is hier nou zo teleurstellend aan geweest voor sommigen? Ja, wij vinden het misschien niet teleurstellend, maar wat vonden mensen nou teleurstellend aan dit huis? Wat vonden ze nou teleurstellend? Geslootheid. Ja, geslootheid. Dat is, kijk, dat gaat te ver. Ik wil het Robey House even. Maar het is zo hermetisch. Zo gesloten. Er is geen dak overstekt, er is niet een binnen-buiten, ik denk, wat in elkaar overloopt. Het is niet alleen gesloten, het heeft ook nog een soort historische referentie. Ja, het doet wel een beetje denken aan een tempel. Het doet wel een beetje denken aan een tempel. En dat komt met name ook door het introduceren van deze iets toelopende, ik denk, naar de verdieping. Dus kijk naar, en de bron daarvan ligt, ik denk, naar notabene, ik denk, min of meer over de grens. We zijn, ik denk, in Californië. De bron daarvan ligt in Mexico. En onze wereld is, ik denk, helemaal vertrouwd met Maya's en Azteken, en noem maar op. Maar in de jaren 20 daarentegen is het nog, ik denk, eigenlijk een onbekende wereld. Hè. Ze worden ontdekt, ze zijn, ik denk, voor een deel al blootgelegd. Maar heel veel, ik denk, dat weet men ook niet. Dus de impact van die ontdekking is, ik denk, alleen al de impact, hè, is, ik denk, enorm. En Wright, ik denk, nadrukkelijk, ik denk, ook geïnspireerd. Nou, we hebben, ik denk, dat, ik laat ze maar even zien, de gebouwen, ik denk, dat de structuren. Dan komen we bij het Ennis House, Los Angeles, ik denk, dat notabene. En dat was een voorbeeld van het ornamentale in de architectuur bij Wright. Het is altijd wel verbonden met het bouwmateriaal. Maar je kijkt hier wel, ik denk, meteen naar, ik denk, een opmerkelijke verandering. Modern architectuur betekent, ik denk, zonder ornament. En wat, ja, Jan, wat doet Wright? Je maakt hier een tempel. Hè? Je zou je zo een Maya-priester, ik denk, boven kunnen voorstellen. Het zou ook, ik denk, dat kunnen fungeren als filmdecor. Hè? Dat is overigens niet zo heel erg gek, want, ik denk, Hollywood ligt als het ware om de hoek. Hè? Dus die wereld van, ik denk, het films. En die, ik denk, speelt zeker, ik denk, op de achtergrond een rol. Maar dit zijn, ik denk, die textile blocks. Kun je het nog herinneren? Dat die, ik denk, op die wijze, dat woord textile, dat is een beetje ontleend aan, hè? Het idee van geweven. Het is nu niet geweven, het is, ik denk, beton. Maar ik denk, het ligt, als je, ik denk, dichterbij kijkt, als een, ik denk, ornament, ligt de delen, ik denk, een beetje over elkaar heen. Mij doet het altijd denken, ik denk, dat schiet me zomaar te binnen. Is het de lagere school of is het nog iets hier? Ik denk, dat je, weet je wel, ik denk, zo'n...
Dat je met van die strook papier het denk doorheen moest vlechten. Kun je het nog veel, maar ja. Ja. Maar goed, we hebben het gedaan dus uiteindelijk. En om maar even een referentie te zoeken voor het denk van een textile blok, waar dat dan vandaan komt, dat woord. Dan denk, zijn deze motieven hier, die lijken op eenzelfde wijze denk, in elkaar gevlochten te zijn. Dus dat geeft, ja, ik heb geen, ja, nou, je kunt het misschien een beetje zien, maar er ontstaat een gelaagdheid. Dus de indruk is dat het een zich naar onder het andere denken doorgeeft. Maar het is wel heel opmerkelijk, hè, dat Wright die denken, dus denk, ooit denken, het voortouw nam in het moderne. Ja, dat die notabene denk, nu ineens naar kiest voor denk, het decoratieve. Dus je zou bijna zeggen, het loopt een beetje achter. Of hij begint denk, met een soort, met een retour. Ja, waar de anderen denken zeer nadrukkelijk vooruit. En het ornament was denken ooit, hè? Kun je ook nog herinneren. Het ornament was ooit denken weggezet als misdadig, als crimineel. Hè? Dat was die Adolf Loos die in 1908 die lezing hield. Nou, goed dan ook net, in 1932 komt de aap uit de mouw. In 1932 komt de aap uit de mouw. Maar dan wordt denken, zeg maar, denken, een tentoonstelling georganiseerd in het MoMA. En die wil denk, een samenvatting zijn van denk, zeg maar, de moderne architectuur. En ik denk dat Michon de Roo en Le Corbusier, die geven daar acte de présence. En ineens wordt dus ook denk, in New York een beetje bijzonder, hè, vind je niet? Dat tot nu toe denk, de Waasmoedmap, de publicatie van denk, dat tijdschrift Wendingen in Nederland bijvoorbeeld, denk, dat voor Wright een forum was. Dus ik denk heel veel Europese architecten keken met denk, bewondering naar, denk, naar Wright. En nu in 1932 wordt er een tentoonstelling georganiseerd in New York. En wordt ineens zichtbaar hoe denk, de Europeanen denk, een beetje langzij zijn gekomen en zich denk, het gepresenteerd weten. Door onder andere deze Hitchcock, ook wel mooi. Ik denk alleen aan de naam blijf je wel bij. Hè? En deze blijft misschien wat minder bij, maar Philip Johnson is wel denk, zeg maar, de curator van die tentoonstelling. En Johnson denk, haalt bijvoorbeeld, denk, ja, mooi, hè? Je ziet hoe denk, Europese architectuur wordt gepresenteerd. Dat is in de vorm van maquettes, hè? En dat is in de vorm van de vorm. Heb je er eentje herkend? Heb je er eentje herkend? Ik denk, het is een beetje lastig, denk ik. Maar hier staat de Villa Savoye van, denk ik, van Le Corbusier. Dit is 1932, hè? Het ding is net klaar. En hier, die herken je ook wel, neem ik aan, toch? Dat is, denk ik, de Villa van Mies van der Rohe in Brno. Villa Tugendhat, net voltooid. Dus ik denk, in New York is in het Museum of Modern Art, hè, volgens mij, hè, als ik goed kijk, is dat uiteindelijk het academiegebouw in Dessau van het Bauhaus. En hiernaast ook. Dus met één klap krijgt uiteindelijk, zeg maar, het Amerikaanse publiek, hè, krijgt ineens zicht op de Europese moderne architectuur. En die, ja, je begrijpt wel uiteindelijk, hè, zo, ja, ik vind het wel grappig, hè, zo'n maquettetje, Le Corbusier nog even bij, is een modelletje. Maar dit, hè, is net voltooid. Dit, hè, net voltooid. En dan moet je wel zeggen dat het denken Wright, het denken, en dat heeft hij ook wel zo ervaren. En zo heeft hij het ook beschreven. Hè. Het denken, dan moet je wel bedenken dat Wright net wel een beetje stond te kijken. Dat hij ineens concurrentie had. Het denken, zo heeft hij het ook benoemd. Het denken, ineens heb ik verdomme, ik heb concurrentie. Het denken, die Europeanen, die komen langs zij. En weet je wat hij dan zegt? Het is maar goed ook. Dat is maar goed ook. Want het was zo, uiteindelijk alleen aan de top. Hè? Het is gewoon helemaal niet leuk om uiteindelijk de allerbeste te zijn. Zo beschrijft hij het ook. Hè? I am the greatest. En het is goed dat er nu uiteindelijk zeg maar, wat competitie voorbij komt. Dat is natuurlijk geen competitie. Maar uiteindelijk dan kan men altijd uiteindelijk vergelijken. En dan blijk ik uiteindelijk door het vergelijk gewoon voor iedereen nog beter te zijn dan ik eigenlijk dat zelf al vind. I am the greatest. Ja, zonder enig omhoud. Je zult dat in teksten, uiteindelijk interviews. Zul je dat lezen en er komt geen relativerend woord daarna of daarvoor. Of nee, Wright is absoluut helemaal overtuigd van zichzelf. En dus een Mies van der Rohe en een Le Corbusier. Vooral Le Corbusier begrijpt hij als een beetje als een soort uitdaging. Dan kan hij dan zeg maar, het zijne weer tegenoverzetten. En zeg nou zelf, hè? Zeg nou zelf. Hè? Heeft hij niet gelijk, Wright? Tuurlijk heeft hij gelijk. Want Le Corbusier kunnen wij niet, hè? Kunnen we wel wat gebouwen noemen, maar bij denk Frank Lloyd Wright daarentegen, denk dat, nou ja, laat ik het zo zeggen. Ik heb nog nooit een liedje gehoord, denk wat ging over Frank Lloyd Wright, of over Le Corbusier. Wel over Frank Lloyd Wright. Ik kan nu gaan zingen hier. Simon & Garfunkel, prachtig poëtisch. Ik hoor niet Le Corbusier, nee, dat hoor ik helemaal niet. Frank Lloyd Wright, dat hoor je meteen ook wel een beetje.
Dus Uitdenken daarmee iets zegt over Uitdenken. Ja, hij was ook een beetje zelf schuld. Want hij bleef een beetje hangen in dat Gone with the Wind, Uitdenken dat. En dat idee over Amerika. Hij zie je overigens in gezelschap van Uitdenken dat zijn nieuwe dame. Hè? Want dat verhaal van Uitdenken White gaat ook een beetje Uitdenken, zeg maar, langs Uitdenken de. Langs de liefdeswegen, laat ik het zo zeggen. Maar ik vind het wel een mooi beeld, vind je niet? Van Uitdenken dat een modern architect die Uitdenken zich op die wijze Uitdenken in een klein rijtuigje. Nou, als een Red Butler Uitdenken door Uitdenken de wereld laten Uitdenken rijden. Met dan daarnaast Uitdenken Scarlett O'Hara Uitdenken zou je roepen, Uitdenken als je een beetje de film kent. Hè? Maar goed, dit is de plek waar ze Uitdenken wonen. Dit is de plek waar ze wonen. Dat hebben we al, denk ik, volgens mij, tenminste ik hoop, dat hebben we wel bekeken. Ja. Dat, en ik denk dat, dat zelfs als je denk, het niet zou gezien hebben, dan zou je het nog wel willen benoemen als Frank Lloyd Wright. Maar ik denk ook, Inge, dat we nog iets anders kunnen noemen. En dat is een invloed die bij Wright heel erg nadrukkelijk is. Wat lezen we hier nog meer in? Dat schilddak, dat lage, doet onmiddellijk denken aan Japanse architectuur. En dat is nu niet zo vreemd, want tenslotte belandt Wright in Japan. Hè? Maar nog voordat hij die reis ondernam, was hij al helemaal idolaat van Japan. In Amerika heeft Wright lange tijd gewoon de mooiste collectie Japanse prenten gehad. Dus hij was er helemaal Japan was voor hem wat betreft de architectuur, was dat aantrekkelijk. Waarom was de Japanse architectuur zo aantrekkelijk eigenlijk? Hoe organiseren Japanners hun woning? Nogal, flexibel. Zoals Rietveld zei, schuifwanden had op de eerste verdieping. Zo is het eigenlijk gebruikelijk in de Japanse cultuur sowieso. Ik vind het altijd, ik zou het nog wel eens willen zien, hè, hoe ze het gebruikt traditioneel. Hè. Het is natuurlijk in de tussentijd dat een beetje, daar wordt het bed opgeruimd. Dus het bed verdwijnt in de kast. Ze slapen ook op de grond. En zo gauw het slapen voorbij is, dan wordt die kamer eigenlijk wel heel, hè, dat je denkt, nou, eigenlijk wel heel praktisch. Want als we naar onze eigen huis kijken, dat je even naar onzin eigenlijk. Hè. We hebben een slaapkamer. We hebben, als ik kijk naar onze slaapkamer, dat is echt niet de helft van het huis, maar het is een hele grote. En hoe vaak komen we er nou? Nou ja, die 8 uur. En ik denk, hoe lang van die 8 uur zijn we bewust dat we daar zijn? Nou, ik denk een half uurtje, dan val ik in slaap. En dan heb je er niks meer aan. Nee, dan heb je er niks meer aan. Dus ik denk, in een zekere zin is eigenlijk een hele praktische gedachte. Om die slaapkamer op die wijze op te rollen, in de kast te stoppen. En dan die ruimte voor een ander. Dus de Japanse architectuur is een architectuur van ruimtelijkheid. Denk aan wat deed Wright. Hij was bezig om de doos af te breken. De ruimte steeds openen en vrij te maken. Dus het is natuurlijk een prachtig verhaal. Van ook tegenstelling. Je merkt dat het net een nogal landelijke indruk maakt. Door de horizontaliteit. Hè? Je ziet hoe het landschap als het ware in een soort cascade zich herhaalt in het gebouw. Allemaal verschillende gebouwtjes, een beetje een nederzetting. Dan zijn schoorstenen heel prominent met het materiaal van de plaats gemaakt. Dus met natuursteen ter plekke. Dit is Talisian, hè? Zo heet dit huis. Talisian. Dit is Talisian 1 en dat is ik noemde het net al, het is ook Talisian 2 of Talisian West is het beter. Dat heet dat huis in Arizona. Ook wel leuk om te weten, dat hij toen niet, dit is Wright Country. Hè? Hier wonen allemaal ooms van Frank Lloyd Wright. Die wonen er allemaal achter en die hebben allemaal boerderijen. Dus Frank als jong jongetje werkte op de boerderij van zijn oom, beklom deze heuvel. En bedacht toen hij een klein ventje was, dat hier ga ik een huis bouwen. Hier komt, een woning. Dus al met al. Maar afgebrand, dat noemde ik al. Ja, afgebrand. En dan komt kijk, dat is een mooie vergelijking, En dan komt dit ervoor in de plaats. Hetzelfde huis, hè. Min of meer in dezelfde hoek, hier beneden gefotografeerd. Deze uitbouw hier, dat is eigenlijk naar dit deel van de woning. Dus intussen net is er, je ziet de indruk is een totaal andere. Hier de daken, of het dak moet ik eigenlijk net zeggen, horizon. Hier wordt het veel meer een verhaal van uiteenvallende delen. Denk aan dat kantoorgebouw van de firma Larkin. Dan lijkt beneden iets zich voor te doen van allemaal aparte elementen. Boven zul je het niet zo makkelijk beschrijven als een blokkendoos. Beneden daartegen lijkt het wel een blokkendoos. Hè? Je weet hoe de jeugdjaren van Wright nogal.
Hij heeft, ik weet niet of jullie die kennen, gespeeld met de Vreubel Blokkendoos. Vreubel Blokkendoos? Nee. Vreubel is net een pedagoog die in de 19e eeuw vond dat kinderen haptisch en spelend zich moesten ontwikkelen. En dat deed hij inmiddels net een blokkendoos. En moeder Wright gaf haar zoontje die blokkendoos. En dus als sommige huizen een beetje uitzien als een blokkendoos, dan was Wright er als eerste bij om ook de oorzaak aan te wijzen in die blokkendoos die hij ooit had gekregen. Dus dat denken in die term van allemaal aparte elementen. Goed, even die woning binnen, die is dus door de brand verwoest, daarna gerenoveerd. Hè? Nou, je ziet het wel, dat is een prachtig panorama. We zijn dus naar boven op de heuvel, dus, het is op een heuvel gebouwd. En dan heb je een indrukwekkend A, natuurlijk aan de buitenkant allemaal rechtheden. Binnen, als we er al een beetje tot wasdom aan het komen, binnen A, de diagonaal. En B, nog belangrijker, hier al de cirkel. Hier al de cirkel. Dus al met al, je zult erop, dat is een soort voorspellende aanwezigheid van een vorm die later steeds dominanter wordt. Dus zo kun je die ontwikkeling. Nou, we kijken even terug, hè. Ik vind ook dat verhaal van die ruwe stenen. Dat is ook meubilair ook van van Wright. Dus al met al. Maar goed, even naar de meeste verteld. Want Wright leest die voor niet uit eigen werk, maar hij is wel aan het vertellen. En je ziet hoe het zit daar, hè? Hoe het letterlijk zit daar. Hè? Hij zit daar in zijn stoel in de hoek, onder de schemerlamp. En daar zit een adorerende gemeenschap omheen van allemaal jonge architecten. Of in ieder geval architecten nog in opleiding. De ambitie hebben om dat te worden. Dus kijk je in de tussentijd naar ontstaande gemeenschap. Die Wright heeft die zelf in het leven geroepen. Dit zijn leden van de Talition Fellowship. Dat huis heet Talition. Dan doen we even misschien naar die naam. Het is een beetje gek dat je dat hebt. Talition. Dat is een Welsche Bart. Dus ik durf zijn naam niet eens meer uitspreken. Bij Bart denk automatisch aan Asterix en Obelix. En dan heb je altijd die figuur met die lier. Hè? En zo wijst het naar de wereld van de druïden. Wales heeft natuurlijk een hele duidelijke geschiedenis op dat terrein. Veel prehistorische monumenten. En de Wrights kwamen heel simpel. Die kwamen uit Wales. Dus dat is het land van oorsprong. Dat is eigenlijk naar waar de origine ligt dus daar. En vader Wright was de eerste generatie emigrant ook, hè? Dus Wright is tweede generatie. Dus die wetenschap van dat Wales en daar de roemruchte, mythische, Talition en de Bart, is de naam gegeven. En de Talition Fellowship, dat is een door Wright opgezet het verhaal van kunnen studeren. Dus je kon stage lopen bij Wright. Dat is overigens een hele bijzondere stage. Talition Fellowship, in 1932 daar opgericht. Heel veel jonge architecten, ook betekenisvolle architecten van de 20e eeuw, die na Wright kwamen, die hebben wel Wright op een of ander moment meegelopen. Die fellowship, die krijgt onderdak in deze school. Ook niet wel aardig om erbij stil te staan, dat al van meet van de familie Wright, breed, ze hadden boerderijen. Maar een aantal tantes van Frank Lloyd Wright waren onderwijzer. En die werden in die zin op deze plek ook geacht om dat onderhoud te geven. Dat onderwijs was in eerste instantie net gewoon lagere middelbare school. Maar dat gebouw wat hier nu nog als een schoolgebouw staat, dat werd in 1932 door Wright omgetoverd tot de plek van de fellowship. Dus je kon daar en dan wordt er dit bijgebouwd. En dan moet je kijken hoe dat er binnenuit ziet. En dat is wauw. Dat is ineens En dan komt het eigenlijk nu al. Hè? Dat in de vormentaal van Wright langzaam een verandering zich manifesteert. Hè? Wat tot nu toe werd bepaald door rechtheid. Ook dit toont dat hij meer en meer de driehoek gebruikt om plattegronden te tekenen. Maar ook als wat dynamische vorm überhaupt. Nou, je zult hier maar
Ja, dat is wel bekend. Wright is een strenge uitdenknet leermeester. En uitdenken, het is niet zo dat je alleen maar geacht wordt om te leren. Het is ora en labora. Dus het is allebei. Het is uitdenknet leren en werken. En het werken betekent dat je gewoon dat je handen uit de mouwen steekt naar op het land. Dus uitdenken, dit is uitdenken de woning van Wright en uitdenken het land eromheen. Dat werd geacht uitdenken om door de fellows, uitdenknet de leden van de fellowship, om die uitdenken, oh ja, die moesten uitdenken het land bewerken. Die konden daarmee dus een plekje verdienen. En omgekeerd begrijp je ook wel, uitdenken, dat er wordt wel schekscherend gezegd. Ze werden vooral als er nog wat ingezet, ook voor, uitdenken, heel serieus voor, uitdenken, babysitten op de kinderen van Wright. Werden de fellows ook in dat voor ingezet. Dus die hadden nogal wat klusjes te doen in en om het huis. Maar die, uitdenken, betaalden daarmee, uitdenken, min of meer hun onderwijs, uitdenken, wat ze kregen, of nou, onderwijs. Ook dat was een kwestie van niet, uitdenken, voor de klas staan en vertellen van zo en zo moet het. Uitdenken, Wright droeg projecten aan waar zij, uitdenken, hun licht over konden laten schijnen. Dus uitdenken, zij konden daardoor, uitdenken, zich als architect ontwikkelen. Dit is de boerderij, uitdenken, die aan de voet ligt van, uitdenken, Talisium. En ook wel aardig, ook weer door Wright natuurlijk ontworpen. Je herkent het wel dat het van Wright is, toch, hè? Dat komt door dat rood, dat zogenaamde Cherokee rood. Red zou ik bijna zeggen, rood. Dus uitdenken, hè, een beetje bepaald door uitdenken. Het is wat, ja, nou goed. Nou, dit is de boerderij. En ik zit altijd een beetje te kijken naar een mooie uitkijkpost zo over uitdenken het landschap. Hè. Maar goed, hoe dan ook. Dus nou, ook een boerderij, onderdeel van uitdenken. Dus landbouw is wezenlijk, vindt Wright. Niet alleen voor hemzelf, om daarmee uitdenken, zeg maar, zelfvoorzien te zijn. Maar ook wezenlijk, dat uitdenken, de leden van de fellowship uitdenken, kennis maken met natuur. Dat het niet uitdenken, een abstract woord blijft, maar dat het een werkelijkheid is. En dat is zo uitdenken, anders dan je zou denken, want dit is een modern architect. En die propageert dus uitdenken, zijn leerlingen uitdenken, worden dus meegenomen naar de akker. En worden daar geacht uitdenken, om gewoon de handen uit de mouwen te steken. En dat als een onderdeel van hun vorming. Dus als een belangrijk onderdeel van uitdenken, zeg maar, hun opleiding. Nou, passeer even naar, en dan initieert hij uitdenken voor de fellowship. Initieert hij uitdenken een project. Broad Acre City. En dat is in een zekere zin te begrijpen als een antwoord op uitdenken de grote stedenbouwkundige projecten. Uitdenken in, kijk, dat is Broad Acre City. Dus wat uitdenken doet Wright, die tekent hier uitdenken de stad van de toekomst. Zoals uitdenken Le Corbusier ook een stad van de toekomst tekenen. Maar met wel een belangrijk verschil. Kijk maar, ik denk, er staat één toren. Maar dat is ook de enige. Voor de rest is Broad Acre City, met name, je hoort het ook een beetje, ik denk, in de naam, hè, een sterk, ik denk, agrarisch gerichte, ik denk, gemeenschap. En dat is anders dan, ik denk, de stad van, ik denk, Le Corbusier. Want die is niet, ik denk, bepaald door natuur, maar die is bepaald door cultuur of door industrie. Dus dat zijn, ik denk, dat is Wright's een antwoord, ik denk, op hem. Ze zijn dus toch met elkaar, zeg maar, ja, in gesprek is niet het goede woord. Bij mijn weten hebben ze elkaar nooit ontmoet, Le Corbusier en Wright. En ik kan me voorstellen, als dat wel zou zijn gebeurd, dat het echt, zoals het heet, een clash zou hebben opgeleverd. Of misschien wel beleefdheden, ik denk het zou ook kunnen. Maar dit is een beetje, ja, dit zijn de tekeningen. Kijk even naar dit, hè. Kijk even naar dat. En kijk even mee terug naar dit, hè. Zie je dat? Zie je dat? Dan is, ik denk, Wright, dit is een tekening van Wright, hè. Is dus niet alleen futuristisch, ik denk, in het beeld van de stad, maar hij is ook futuristisch. Heb je dit, ja, ik zou het niet eens vliegtuig willen noemen. Dan denk, heb je dat ruimte, die UFO, uitdenken daar. Dus hij is heel erg duidelijk bepaald door verbeelding, misschien wel meer dan Le Corbusier. Dus hij stelt zich auto's, uitdenken, in zijn stad van de toekomst, stelt hij zo voor. Waarom, uitdenken, Broad Acre City, uitdenken, net bedacht, uitdenken, als een werkverschaffingsproject. Dus uitdenken, om die leerlingen die bij hem uitdenken, zeg maar, zijn gekomen om uitdenken, het vak te leren. Uitdenken, min of meer uitdenken, iets aan te reiken van, uitdenken, dat van een virtueel ondernemen. Waarbij nu de stad zelf, maar zo'n stad nu ook wordt bepaald door uitdenken, allerlei bebouwing. Dus de fellows kregen uitdenken, dit is een maquette, een deelmaquette van, uitdenken, dat van die Broad Acre City. Je ziet wel, ja, waar je ook kijkt, denk, het groen bepaalt uiteindelijk de stad. Een nadrukkelijk uiteindelijk agrarische, denk, op de, hè, mooie, denk, waterpartijen. Nou, en zo wordt het dan uiteindelijk gepresenteerd. De new freedom, hè? Alleen al dat. Op die wijze uiteindelijk laten zien dat dit uiteindelijk de stad van de toekomst uiteindelijk zou kunnen zijn. Er waren denk, meteen wel heel velen in Amerika die denk, kritiseerden dit. Zeiden, dat is een socialistische stad. Uiteindelijk, omdat alles zo, uiteindelijk, zo gelijkelijk, zo...
zeg maar, uitdenken weinig gedifferentieerd uitdenken sociaal zich presenteren. Bij Le Corbusier, dan weet je meteen uitdenken de torens in het midden, dat is uitdenken het centrum, alleen al door hun hoogheid, ook uitdenken de plek van de elite. En daaromheen, uitdenken, zie je zijn stad uitdijen, naar uitdenken lager en lager, uitdenken sociaal ook lager op de ladder. Dus Le Corbusier, zijn stad is nog erg uitdenkend, maatschappelijk hiërarchisch gedacht. En denk, de stad van denk, het right daarentegen is meer een schakeling van denk, steeds weer terugkerende, denk, terugkerende een additieve, zou je roepen. Nou, hier staat, dit is die maquette waar ze denk, met z'n allen aan gewerkt hebben. Dus een project. Denk, waarom dat project? Er komen gewoon geen opdrachten bij Wright binnen. Ik bedoel, denk, dat plaatje van die crisis, denk 1929. Hoe groot denk, de architect zichzelf mag vinden en hoe duidelijk die ook roept, ik ben de allerbeste. Zelfs dat denk, maakt niet dat de opdrachten denk, over de vloer komen. Dus denk, omwille van die noten heeft hij dit denk, project geïnitieerd. Nou, om dus in ieder geval het bureau aan het werk te houden met de hoopvolle gedachte. En daarom is het ook een mooie, denk, als de crisis voorbij is, dan zijn ze daar klaar. Want dan denk, heeft hij dus denk, zeg maar, al die medewerkers, heeft hij toch denk, zeg maar, denk, bezig gehouden. En denk, eenmaal denk, weer denk, een aantrekkende markt, kan al dat ontwikkelde potentieel zich dan uiteindelijk ingezet weten voor, uiteindelijk, hè, voor de nieuwe bouw. Hij initieert uiteindelijk in dat kader van Broadacre City, initieert hij uiteindelijk de Usonian Houses. Usonian Houses. En dat betekent dat hij uiteindelijk ook in die zin bijstelt, en heeft tot nu toe uiteindelijk vooral gebouwd voor uiteindelijk mensen met uiteindelijk ongelooflijk veel middelen. Als je denk, de opdrachtgevers van Wright denk, in Chicago kijkt, dan is dat echt upper, hè? Denk naar de upper class. Nu denk, heeft hij een huis ontwikkeld, denk, zeg maar, denk, een thema ontwikkeld, wat bedoeld is voor de middenklasse. Dus hij gaat heel erg denk, ook denk, daarin mee met de veranderende economische omstandigheden. Er staan denk, dus een hele reeks huizen, Usonian Houses, die denk, bedoeld zijn voor denk, mensen met een, gewoon denk, minder middelen, maar die wel graag een huis van Wright wilden hebben. Dus al met al, denk, nou, het zijn mensen denk, die op scholen, universiteiten lesgeven bijvoorbeeld. Hè, die denk, in die zin niet het kapitaal hebben, maar wel denk, zeg maar, het besef hebben van wat denk, Wright denk, zijn architectuur zou kunnen opleveren. Ik weet niet of je het begrip ooit bent tegengekomen, maar in dat volume van denk, van Wright zijn bouw zijn de Usonian Houses denk, behoorlijk talrijk. Nou, je moet maar eens op het internet surfen. Mocht je zometeen bij dat eerste huis denk, al denken, jee, dat is een mooie. Ze zijn te koop. Ook wel opvallend. Hij heeft zoveel gebouwd. En denk dat in Nederland zie ik niet meer gebeuren dat een Rietveld snel op de markt gaat komen. Hè? Omdat Rietveld niet zo heel veel gebouwd heeft. Maar Wright heeft zo ontzettend veel gebouwd. Dat je tegenwoordig denkt, nou, je gaat, kijk straks maar op het internet. Je zou zo een Usonian House zou je kunnen uitzoeken. Denk, dit is de eerste. Het Willie House. Dat zijn dus uiteindelijk twee mensen die gaven les nou, op de universiteit. En dat ziet er zo uit. En dan kun je zeggen, nou ja, dat is niet zo heel erg bijzonder. Maar voor het jaartal daartegen is het heel erg bijzonder. En dat speelt steeds weer, denk, hè, we roepen, ach, dat is gewoon een bungalow. Ach, dat is gewoon een bungalow met, zeg maar, wel mooi. Maar de hele pui, glas van top tot teen. Hè, nu vinden we dat helemaal niet zo bijzonder meer. Is dat niet echt, opmerkelijk. Maar in de tijd zelf daarentegen is het nog steeds, heel opmerkelijk. Hè. Veel huizen zijn nog inderdaad door traditie bepaald. Even, kennis maken met de plattegrond. Dit is die beroemde, driehoek van Frank Lloyd Wright. Beroemd in die zin dat dat steeds weer deze van 36 graden, dat wordt de driehoek waar alles op gebaseerd is straks. Maar eerst maar even dit is een maquette. Hij had nu het geluk dat het weer op een heuvel stond. Hè? Ik bedoel mee, als je kijkt naar de huizen van Wright, 10 tegen 1. Al heet ze wel Prairie House, maar staan ze op een heuvel, hebben ze zeg maar een plekje wat hoog, deze ook. En dat betekent dat je uitdenkt, dan kom je aanrijden, dat is de garage. En zo uiteindelijk loop je naar de voordeur. En dat betekent als we boven zijn, hè, dit is een beetje dat geterrasseerde, komt nu voort uit de heuvel. Je kunt dat benoemen als een trap, dat klopt. Maar anderzijds, door zijn breedte, zijn toename in breedte, lijkt hij ook wel een stenen echo te zijn van de plek waar dat huis gebouwd is. Natuurlijk blijft het dak overstekken. Dat schilddak, dat zijn we al een paar keer tegengekomen. De plattegrond, we zijn hier op deze plek, dit is de garage. En dan loop je hier langs, dan kom je hier zeg maar de woning binnen. Dat betekent meteen dat je die schuine zichtlijn weer hebt.
Ja, en dan is dit helemaal het denken om open, kijk maar, om open te gaan. Wauw, hè. Allemaal baksteen. Allemaal baksteen. Baksteenmuren, baksteen uitdenken het vloer, baksteen binnen, baksteen buiten. Helemaal baksteen. Maar ik denk, betekent wel, als dat allemaal baksteen is, Arja, dat je... Dat is geen drempel. Ja, dan loopt hier even, dat zie je wel even, een markant lijntje met uitdenken het schuin. Maar het is absoluut uitdenken binnen, buiten, met elkaar verbonden. Dus het in elkaar overloop van die twee, dat is uitdenken dat... Ik zie jou een beetje kijken, een beetje veel baksteen, hè? Ja, een beetje veel baksteen, hè? Ja, dat, ja. Een kleedje zou wel op zijn plek zijn, zou je zeggen. Iets van warm tapijt op de grond, uitdenken zou uitdenken aantrekken. Maar omgekeerd wel, het effect is dat uitdenken dat buitenterras uitdenken het verbonden is met uitdenken binnen. En je ziet wel hoe licht die woning ook is. Dat uitdenken is overigens ook meteen opmerkelijk. Hij heeft dus niet meer een woonkamer, uitdenken, een eetkamer, uitdenken. En hij heeft ook, uitdenken, hij heeft ook een open keuken. Dus al met al die ruimten zijn open. En dat maakt hij, dat maar kijk, dus, oh ja, je kunt wel iets over die keuken zeggen, hè. En ik weet, misschien is het niet meer helemaal onze smaak op dit moment. Hè? Ik denk, maar dan nog. Hè? Voor het moment zelf, ik laat je nog een plaatje zien. Maar even, ik denk, het, kijk, dit, zijn wel, hè? Dit is wel bijzonder. Hè? We lopen even, kijk. Maar dit is state of the art op dat moment. Hè? Ik bedoel, nu kijken we een beetje vreemd tegenaan. Ik denk, het is eigenlijk een beetje hetzelfde ik denk, wat met die auto's gebeurde. Weet je wel, ik denk, in Stuttgart, hè, toen de Mies van der Rohe en natuurlijk Le Corbusier een auto plaatsten. Dan, nee, ook dit, hè, dit fornuis, dat maakt een hele ouderwetse indruk. Op dat moment is het dat helemaal niet. Maar omgekeerd wel waar, de woning daartegen maakt uiteindelijk daarmee uiteindelijk een tijdloze indruk. Want hè, die ruimtelijkheid, dat licht, hè, dat zijn nog steeds zaken die we, denk, dat, ja, die we nog steeds kunnen ambiëren. Dat kunnen we nog steeds verlangen van een architect dat die zo uiteindelijk ontwerpt, dat die twee dingen, ruimte en licht, dat hij uitdenkt dat een ja, bijna vast onderdeel. Je bent dus hier binnengekomen. Hè? Misschien wel aardig om dat even... Dus geen uitdenkt dat hal, uitdenkt geen overgang. Je staat als het ware meteen ja, in de ruimte. En die is nu gaat spannend en spectaculair. Als je hier binnenkomt, terugkijkt, dan pas zie je dat raam. Nou goed, dat is uitdenkt een beetje de beeld. Ja, nou, dan komt het, hè. Tromgerof, hè. Trrr, toch? Ja, toch, hè. Ja, nee, ik denk, dit is gewoon, ik denk dat, sommigen zeggen, dit is het allermooiste wat ooit gebouwd is, toch? Anderen zeggen, nou ja, dat is wel een beetje, ik denk dat grootspraak, ik denk dat zijn meer mooie dingen. Nou, we zullen kijken, ik denk hoe het vanmiddag uitvalt. Ik denk, we gaan niet in punten doen, dat doe ik in andere cursussen wel. Dan sluiten we af met de vraag, ik denk dat, wat geef je ervoor? Er was ook net van de week wat weerstand, zo van ja, maar dat kun je toch niet bedenken met een punt, hè? Maar het geeft altijd wel een beetje, ik denk, een reden. Sommigen zeggen, het is een 10. En anderen zeggen, nou, denk, valt wel iets op af te dingen op dit huis. Nou, we gaan eens kijken. Byron, Pennsylvania. Heeft hij nog niet uitdenkend gebouwd. En hij wordt dan uitgenodigd door uitdenkend, dit is het, hè. Ik ga het meteen weer weghalen, want het moet even beginnen met beginnen. Dat is uitdenken in de buurt van Pittsburgh. Dus uitdenken, als je de afstand wilt weten, die uitdenkend de eigenaar moest afleggen, zo ongeveer 2 uur. 2 uur met de auto, dan kwam die uitdenkend in Byron. En daar had hij dan, denk ik, zijn zomerverblijf. Want wat je ziet, dat is ook net een beetje chockerend. Maar eigenlijk is dit het weekendhuisje. Ik denk alleen maar, ik denk, om even bij te komen. Ik denk even uit de business, ik denk even uit Pittsburgh. Even, ik denk, zeg maar, nou, de natuur. Hè? Dat is, ik denk, hier misschien wel het belangrijkste thema. Nou, dan, ik denk, dit is Pittsburgh natuurlijk. Dit is meneer Kaufman. Ik denk, met, ik denk dat Joods-Duitse origine. Dat mag nou, door de naam misschien ook wel, ik denk, blijken. En Edgar heeft, ik denk, nadrukkelijk ja, zijn middelen, zeg maar. En die heeft hij, ik denk, verkregen door, ik denk, dat het grote winkelwarenhuis, wat de familie al, ik denk, bestierde. Dus ik denk, hij is, ik denk, in die zin de opvolger van zijn vader. Hij heeft dit, ik denk, winkelwarenhuis gemaakt tot meer dan alleen maar een plek van, ik denk, verkoop. Zo, ik denk, dat wordt bijvoorbeeld Broadacre City. Dus ik denk, die maquette met ook natuurlijk allerlei andere, ik denk, tekeningen. Dat wordt hier beneden in de etalage gepresenteerd. Dus die Kaufman had wel iets met architectuur. Hij riep ook uit, denk ik, mijn collega's, en dan heeft hij ook over de mensen met dezelfde welvaart, met dezelfde rijkdom, mijn collega's, hè. Ja, die gaan in kunst. Ik heb iets met architectuur. Dus denk, in die zin, denk, en dat zul je zo meteen wel merken, denk, hij is dus geen kunstverzamelaar, maar wel iemand die denk, oog had voor de ontwikkeling van de moderne architectuur. En dus, om die reden ook, maar de ontmoeting tussen die twee is toch een beetje toevallig. Want nu zou je denken, ach, dan heeft hij Wright gekozen. Nee, de weg denk, dat om Wright te kiezen loopt via zijn zoon. Dus Kaufman junior.
misschien wel aardig nu alvast te weten. Die wordt later uit Enknat curator, hoofd van afdeling architectuur van het MoMA, van het Museum of Modern Art. Dus die jongen, die heeft iets met architectuur. En waarschijnlijk net zijn vader heeft er al wel een rol in gespeeld. Hoe dan ook. Dit is uit Enknat Liliane. Ook maar even voorstellen, hè. Ja, wat is dan een beetje, dat is een cliché, hè? Hij is eigenaar van dat hele grote winkelwarenhuis. Zij gaat uitdenken in, zoals het in Amerika heet, charity. Oftewel beter uitdenken. Zij wordt actief in het ziekenhuis. Ze heeft ook uitdenken net nog een specifieke uitdenken net een soort winkeltje, maar dan bijouterie uitdenken net. Die heet Vendôme. Naar aanleiding van de Place de Vendôme uitdenken in Parijs, waar ze met graagte uitdenken net shopte, als je het zo mag uitdenken formuleren. Ik weet eigenlijk niet de goede woorden te vinden, maar je begrijpt wel waar het over gaat. Hè? Dus goed gesitueerd, hè? Dit denk is ook wel heel opmerkelijk, de kleding van denk Edgar. Die lijkt een beetje nog denk verbonden zijn met de oude wereld, hè? Duitsland. Linnea en dan hun zoon. En dat zal de man worden die denk een beetje de reden is voor de ontmoeting tussen Frank Lloyd Wright en Kaufman. En hoe loopt dat dan? Hij was naar Europa gestuurd, om daar hij wilde kunst studeren. En toen hij terugkeerde, had hij iets gelezen over de Talisian Fellowship. En hij wordt dus één van de Talisian Fellows. Mooi, we hebben daar een plaatje van. Frank Lloyd Wright. Ik vind het altijd zo, ja, als je foto... kan natuurlijk achteraf niet meer aanspreken over zijn hoofdbedekking. Maar de hoedjes, de petten, die zijn nogal prominent, right aan het bepalen. Hij is een dandy ook, hè? Zo wordt hij beschreven, tot in de puntjes verzorgd. Maar goed, hoe dan ook, en daarachter staat Kaufman Junior. Dat is wel een mooi beeld, vind ik, die twee zo, de ouderen en de jongeren, de grote meester, een van zijn paladijnen, een van de leden van de fellowship. En dan komt die vraag van zijn vader. Die vraag komt uiteindelijk net, zo hebben ze elkaar leren kennen. Zijn zoon, Kaufman, zit bij Wright in de Talisian Fellowship. En de vader, die stelt dan op een gegeven moment de vraag of Frank, of die voor dit schamele hutje iets anders zou kunnen maken. Dus dit is dit staat in Beer Run. Hè. Dit is een opname voor de nieuwbouw van Wright. En dat is wel aardig om te zien wat was. En ook te zien wat er van geworden is. Dus dat is nogal laat ik meteen maar even roepen. Het was het is een even kijken, moet ik even percentueel rekenen. Een toename in 75% wat betreft de kosten. Dus het werd 75% duurder dan het oorspronkelijk was begroot. Dus dat alleen al dat, vertelt iets over het project een beetje uit de hand gelopen, zou je roepen. Ja, en anderzijds toch wel, voor ons, de plek om te bouwen. Ja, de plek om te bouwen. Daar zou je ook van denken als dit, hè. Dit is de rivier, hè. Dit is de Beer Run, En dan kijken we, naar een plek waarvan je roept, afblijven met je handen. Niet aankomen, niks moeten bouwen of niks. Dus dat huis, is eigenlijk een heel bijzonder, ondernemen. Op een plek waar je, sowieso geen architectuur, kunt denken. Waar je misschien ook van roept, daar mag überhaupt geen architectuur verschijnen, want de natuur zelf is eigenlijk hier de pracht en praal. Ja, daar op die plaats heeft Wright gebouwd. Nou, we gaan, dat is een mooi even het echtpaar Kaufman, die waren daar in de bossen aan het paardrijden. Had ook in de buurt notabene een boerderij, hè? Waar de koeien whatever. Nou, kijk, en dan is dit een mooi moment voor de pauze, lijkt me. Want Wright is nu heftig aan het nadenken. En heeft er 9 maanden over gedaan. Wel leuk, hè? 9 maanden over gedaan om dat huis geboren te laten worden. Dat was een beetje gezeur, zo van, Frank schiet een beetje op. Want we willen nu wel graag zien wat je wat het plan is. En Wright bleef maar uitstellen. Die kwam maar steeds niet over de brug met een idee. Nou, dat is misschien voor na de pauze een mooi momentje om... Open. Ja. We schrijven de kei er maar weer even tegenaan. Hoppa.
Eens even kijken, dat ziet er veel uit. Beetje zacht. Dat kan wel goed zijn. Ik ga gewoon even opnemen, maar dat kan, hè. Even testen. Ah, dat kan niet.
Nee, opname kan ik niet maken. Maar volgens mij, als ik hier kijk naar mijn meter, dan slaat hij echt net bijzonder goed uit. Dus dat zal het toch niet zijn, of wel? Nou, laat het maar even weten, uitdenken of het geluid nu, mocht je nog even online zijn, of het geluid nu goed is. Ik zal hem even op de bekende plek aanbrengen. Laat me even weten of het net geluid zo goed is. Ik zag een berichtje voorbij komen dat ik wat zacht zou zijn. Kan ook zijn dat het volumeknop misschien, ik denk net... Ja, hier staan alle kanalen open, dus dat kan aan deze kant verder niks gedaan worden. Maar ja, mocht je uitdenken, toch kijk even naar de box. Hè. Kijk even naar de volumeknop van... Goed, nou, geluid is goed. Oké, okay. Nee, fijn. Alex, maak me een beetje zorgen. Nou, ik ga even koffie drinken en dan ben ik zo weer terug.
tot nu. Zo, nou, we zijn weer terug. Kleine pauze. Goed, ik vind het wel leuk voor een architectuurcursus dat we een steen opzij moeten redden. Vind je niet? Ja, heel toepasselijk eigenlijk, hè? Ja. Het is er wel één uit de buurt. Wat zeg je nou? Het is er wel één uit de buurt. Hè? Ja, het is wel één uit de buurt. Ja, zo te zien, hè? Goed. Nou, ik hoop dat uitdenken dat het een mooie cliffhanger was. Ik denk in ieder geval deze foto. Ik weet natuurlijk niet met zekerheid wat in het hoofd omgaat. Dat is natuurlijk uitdenken dat, zeg maar, hij is wel omstreeks die tijd genomen. Als ik kijk naar datgene wat daar achter zich toont, hè, de muren of de muur, dan zou je nog wel zelfs kunnen denken dat dit een foto is, denk ter plekke bij dat huis. Dus dan is hij niet aan het nadenken over die woning. Misschien is hij wel bezig om zich toch nog op het hoofd te krabben van, waar ben ik ooit aan begonnen? Het is wel goed afgelopen, maar het verloop van de opdracht daarentegen, dat is niet lineair alleen maar hosanna. Er zitten ook wel wat kleine deukjes in dit verhaal. En dat heeft alles te maken met het hele gedurfde ontwerp van het huis. Dat huis is echt ongekend. Vooral dat ene, namelijk in dat zweven. Dat zo ver uitsteken, dat je de indruk krijgt van iets wat in de lucht hangt, in plaats van dat het stevig verankerd is. Ik neem maar dat je het huis wel eens een keer gezien hebt, toch of niet? Dat Falling Water House, toch of niet? Nee? Op plaatjes. Ja, nee, dat bedoel ik ook. Maar het is wel goed om even dat ding voor de geest te hebben. Want als ik dan zo roep zweven, ja, dan zou het ook kunnen zijn dat je denkt van, ja, maar, hoezo zweven? Het zijn die grote bakken, hè? Die terrassen, die dramatisch over. Hebben we wel een mooie foto, tenminste, dat vind ik een mooie foto, van Kaufman, links en Frank Lloyd Wright rechts. En die foto is daar, denk ik, mooi omdat het een afstand, een beetje een kloof. Niet in letterlijke zin, maar je ziet wel de heren zitten hij zit nu volgens mij te wachten wat hij gaat zeggen. En hij zit er volgens mij met, een nadenkendheid wat hij, zal antwoorden. Het verhaal is het volgende. Ik noem je net al, het feit dat, het huis, gebouwd, de oorzaak ligt in het feit dat de zoon van Kaufman dus, een van de fellows was. Die was enthousiast over, Frank Lloyd Wright. Edgar Kaufman, die bezoekt zijn zoon, in die fellowship. Om te weten waar zijn zoon uithangt. En daarna komt de kennismaking met Frank Lloyd Wright. En dan komt die vraag over dat zomerhuisje, of net beter dat weekendverblijf, of Wright dat zou willen bouwen. Ja, en dan komt er een mooi moment, dat hij notabene dus negen maanden, heeft zitten te broeden op het verhaal. En dat Kaufman op een gegeven moment aankondigt, die belt op vanuit Pittsburgh, ik kom eraan, ik kom eens kijken. En Wright wordt nu in de tussentijd wel geacht om te leveren, hè? Dus er moest wel eigenlijk iets worden gepresenteerd. En dan notabene, in die uren die hij heeft, hè, Wright, dan tekent hij dit huis. Dan tekent hij deze tekening. Dan tekent hij dit beeld. Dit is weer op het internet te vinden, hoor. Dus dat heeft geen zin. Moet je ook niet doen. Ja, oké, goed. Dus die tekening, die moet illustratief zijn voor wat kan, hè? Wat die kan, hoe die kan, hoe die kan presenteren. Want als je zo ziet, dan denk je, ja, dat bestaat al. Hè? Maar er is dus nog niks gedaan, er is nog niks gebouwd. En Wright heeft alleen maar zitten te broeden op wat eventueel zou kunnen. En dat is in die ochtend, terwijl dus Kaufman op weg is naar Wright, hè? In die ochtend, notabene, tekent hij dus even deze tekening. Daarna zijn die twee heren dus tegenover elkaar aan het zitten. Ik weet niet of dit het moment is voor alle duidelijkheid. Het is ook weer zo'n foto die een beetje misbruikt wordt omwille van het verhaal, hè?
Maar terwijl die heren, het lijkt ook een beetje de middagpauze. Misschien kijken ze met een blik en denken, zometeen gaan de broodjes komen, de koffie komt binnen, en dat is maar goed ook, want Wright heeft in de tussentijd, nadat hij zelf deze tekening heeft gemaakt, heeft hij zijn medewerkers aan het werk gezet om nog een aantal andere aanzichten in beeld te brengen. En dan kan hij dus aan het eind van de middag kan hij dus een volledige map presenteren met dus uitdenken dat zo gaat het worden. En wij zijn nu weer bezig uitdenken te kijken en denken, wauw, dit is 1936, hè? Ik bedoel, vooral ook elke keer weer, dat geldt uitdenken bij al deze momenten op de maandagmiddag, elke keer weer speelt ook het jaartal. Dat je denkt, jee, zeg, hè? Dit is uitdenken dat, ik ben van de, ja, even zo tussendoor, hè? Ik ben van de Thunderbirds-generatie. Ik weet niet of je dat wat zegt. Ja, ik ben van de Thunderbirds-generatie. En dan kon in de jaren 60 een poppenserie op tv, kon nog in ieder geval indruk maken. Dat zijn allemaal Wright House-huizen eigenlijk in die serie. Maar met dat zweven. En dan hebben we het hier over de jaren 30. Kijk, als je naar boven zou kijken, wat zie je dan? Ik heb het al een paar keer gezegd, dan zie je vliegtuigen die bestaan nog steeds bij hout en bij linnen. En de auto's die je voorrijden zijn nog steeds die koekblikken op wielen. En dan bouwt Wright, wil dit bouwen. Dan begrijp je dat aan de andere kant van de kloof, hè, aan de andere kant van de kloof, dat er iemand zit die zijn bedenkingen heeft. En die zijn tweeërlei. Ten eerste de grote teleurstelling. De grote teleurstelling. Want wat was de grote, wat was de aanleiding? Dat was die waterval. En wat doet Wright? Hij bouwt het huis niet naast de waterval, maar hij bouwt het bovenop de waterval. Dus weg zicht op de waterval. En wij zouden denken, ja, maar in dat huis wil je gewoon die waterval zien. En het enige wat je nu in dat huis daarvan meemaakt, is het geluid. Maar niet het zien. Het zien doe je niet. De waterval die echt onder het huis. Daar zit nu een extra bravoure in. Want het uitsteken van al die delen, dat is al indrukwekkend. Maar dat het ook nog, ja, boven het water, hè, zeg maar, het minst aantrekkelijke om op te bouwen is water. Dus daar zit een dubbele, ik zal het nu vast aanwijzen. De kern van het huis, en dat heb je al, dat is al eerder ook al genoemd, hè, de kern van het huis van Wright is altijd de schoorsteen. Dat is altijd het middelpunt waar het om draait, de spil, zeg maar rustig. En die spil is hier van de steen van de plek. Dus ter plekke om de hoek een groeven. En daar heeft Wright de steen vandaan. Met de bedoeling om natuurlijk het huis op te laten gaan in de omgeving. Het heeft dezelfde kleur, het is dezelfde materie in verticale zin. Maar in horizontale zin daarentegen is het alles behalve dat. Dat het zijn betonbakken. Dus we kijken naar alleen al in materie een tegenstelling. Dus iets waarvan je zegt, dit hoort bij de plek. En je zult zo niet merken, zijn ruwe stenen. Het idee is inderdaad landelijkheid. Het andere idee is high-tech. Echt voor dat moment het meest futuristische wat je kunt denken. Ja, dat is het dus, dat is het geworden. En dan zeg je, ja, maar goed, meneer Kaufman, vind het toch geen klaar. Weet je wat nou wel het punt is? Dat Kaufman, ondanks dat hij wel meeging in de gedachte op die waterval vooruit, nog wel twijfel bleef houden over of het überhaupt wel kon. Kan dat wel? Kan dat wel? Nou, en dan heeft hij en dat had hij beter niet kunnen doen, heeft hij iets gedaan wat je bij Wright nooit mocht doen. Hij heeft expertise van buitenaf uitgenodigd om eens licht te laten schijnen over de tekening die Wright had gemaakt. Ja, en je begrijpt wel dat die aannemer, dus uit een hele andere hoek, niet de wereld van het ontwerp, maar de wereld van het bouwen, dat die zijn bedenking uit. Zo van, nou, dan gaat het niet echt worden, wat die Wright daar bedacht heeft. En dan komt en die hebben we gelukkig, die briefwisseling tussen die twee. Waarbij de een dan, ik zal het ook even hardop voorlezen. Passeer even, wat komt zo even op terug, hè. De briefwisseling. Dear Mr. Kaufman, Wright is dus erachter gekomen. I don't know what kind of architect you are familiar with, but apparently isn't the kind I think I am. I think I am. Wel mooi relativerend, hè? You seem not to know how to treat a decent one. Een fatsoenlijke architect. Zo ga je niet met iemand om. I have put so much more into this house than you or any other client has a right to expect. That if I haven't your confidence, vertrouwen, to hell with the whole thing. Ja, boom, afgelopen. Weg ermee. Dat is mooi, hè?
Dat is ook mooi uit Enkhna in die zin, we weten het huis is gebouwd. Dus we vragen af uit Enkhna, wat is er dan uit Enkhna daarna gebeurd dat Wright uit Enkhna omging? Toch uit Enkhna, en dat is het antwoord van uit Enkhna van Kaufman. En dat ziet er zo uit. Dear Mr. Wright, I don't know what kind of client you are familiar with, but apparently they are not the kind I think I am. You seem not to know how to treat a decent man. I have put so much confidence and enthusiasm behind this whole project in my limited way, beperkt, mooi hè, to help attain the fulfillment of your effort, that I do not have your confidence in this in the matter, to hell with the whole thing. En dan komt PS, en dat is belangrijk. Ik denk, now don't you think we should stop writing letters and that you owe it to the situation to come to Pittsburgh and clear up by getting the facts. Nou, dat is wel een mooie gedachte, hè? Dat ik denk, op die wijze Calvin toch dat voor elkaar krijgt. Ik denk, hij gaat een beetje, ja, enerzijds door het stof en anderzijds, hij houdt wel, ik denk, toch ook naar zijn eigen eer een beetje hoog. Wat hij overigens wel, dat moet er gezegd worden. Hij bleef uiteindelijk zijn wantrouwen toch uiteindelijk houden. Hij begon toch uiteindelijk naar die vraag over of het wel kon. Dat heeft de plek ertoe geleid dat de aannemers, omdat Wright erin net van op de hoogte was, toch wat extra ijzer, wat extra staal heeft ingebracht. Maar doen we wel de consequentie, dat is nu naar de omkering van zaken, dat door dat te doen, juist die overstek gevaar ging lopen, omdat hij te zwaar werd. Ja, hè, dat je denkt van man, hè. Maar goed, die aannemer dacht nog in materie, hè. Die dacht hoe meer materie, hoe beter. Maar in dat kader van dat oversteken daarentegen was dat. Ik wil niet zeggen, ze zijn niet afgeknapt of omgevallen. Maar door het goede te doen, was hij eigenlijk naar bezig omgekeerd. Een kleine tikkende tijdbom in te brengen. Voor de constructie. Zo werd gebouwd. Ook niet onaardig om daar even bij stil te staan. Want wij denken bij bouwen aan. En niet alleen het huis maakt een futuristische indruk. Maar we denken bij ook het bouwen dat er allerlei high-tech middelen. Maar het is gewoon, houten stijgwerk. Heel simpel, op die wijze is dat. Een rivier? Ja, dat is een rivier. Die waterval, die komt. Ja, dus onder dat huis. Onder dat huis, ja. Ja, dat maakt het ook zo spectaculair. Ja. Dan moet ik wel zeggen, eerlijk zeggen, de schoorsteen die ik heb aangehoord, de kern, hè, die staat nu wel op een rots. Maar het huis steekt over. Ik moet dat misschien nog even, ik kan het even laten zien. Kijk, het huis steekt over. Kijk, dit staat op stevige bodem, hè. En hier steekt het over en hieronder loopt de rivier door. Dus het is niet echt letterlijk dat je denkt van het huis. Het is niet een soort tunnel die eronder doorloopt. Maar het steekt zo dramatisch over. Dat het water dus de kans krijgt om eronder door in plaats van langs zij te stromen. En dit is eigenlijk net het schoorsteenvolume. Dat is eigenlijk net de stevigheid. Ja, je moet je eigenlijk voorstellen, als je hier iets aan hangt. Hè, dan heeft het de neiging om te knikken. Dus je moet wel zorgen dat dit van een zekere lichtheid is. Die bakken maken de indruk dat massief te zijn. Maar het zijn in principe betonnen balustrades. Dus ze zijn in principe terrassen. Dus net zoals het aan de buitenkant beneden oogt, als een soort sculptuur. Hè. Zo blijkt binnen daartegen dat je gewoon. Dat is grotendeels buitenruimte waar je kunt overheen op. Maar goed, even dat terzijde. Nou, een mooie foto van Kaufman natuurlijk. Hè. Dus ik vind het een mooie foto. Die man die kijkt ons aan met van, volgens mij nog steeds, de vraag. En dan lopen we even omheen. Want dit is dus waar we het net de hele tijd over hadden, dat oversteken, dus die schoorsteen. Je ziet wel dat hij op zoek is geweest naar contrast. En dat heb ik al een beetje benoemd. De steen is afkomstig uit de groeven. Beton is dus. De bedoeling was overigens dat het beton zou worden aangekleed. Bedekt. Dus, en toch weer de Wright die misschien wat decoratiever en de eerste gedachte is chockerend. Want eigenlijk had wat hier dus nu beige beton is, had bladgoud moeten zijn. Bladgoud, helemaal hè. Dus niet een stukje bladgoud, maar gewoon gouden banden. Dan moet je voorstellen wat dat in dat bos had betekend. Als je dan in de verte dan een soort fantasme, dan was het dus schittering. Waar je eigenlijk niet goed van begreep waar die schittering vandaan kwam. Omdat dus die de oorzaak vond. En daarna werd er gedacht aan Mika. Mika. Hè, ken je ook wel Dat had niet hetzelfde effect als goud. Maar had wel een wat dematerialiserend effect. Want dit is absoluut een materie. En stel dat het nou helemaal bedekt zou zijn met Mika. Dan zou dat ook weer licht weerkaatsen. Dus dan zou het ook een soort spiegelend effect hebben.
Het een was dus het denk ongelooflijk tastbaar. Het ander zou iets van zijn tastbaarheid verliezen door dat materiaal. Nou, dat is allemaal niet gebeurd. Maar goed, uitdenknet. Het is nu uitdenknet die beige tint geworden, uitdenknet. Ik laat nog even dat Roby House zien. Hè, want je merkt wel dat eigenlijk dit huis een voortzetting is van de gedachte. Hier is ook de schoorsteen, uitdenknet. De spil waar het zich uitdenknet omheen ontwikkelt. Geldt ook hier. Hè, dat water dat loopt ook heel mooi onderdoor. Hè. Maar goed, uitdenknet even rond. Hè. Het doet het expres, hè, zie je. Uitdenknet grofheid van de steen wordt dus nader gemaakt. Door te werken met smalle en brede, uitdenknet uitstekende, wijkende. Dus het geeft uitdenknet een bijna rustica-achtig relief aan het geven. Zo kom je binnen. Dus uitdenknet, en dan komt meteen al een hele bijzondere. En dat deze boom mocht blijven staan. Zie je dat? Die mocht blijven staan. Nee, beter, die pergola die is uitdenknet omheen gebouwd. Dus uitdenknet, de boom is er uitdenknet en Wright bouwt er omheen. Dat wil ik. Kijk, dit is denk dus de plattegrond is aan de ene kant heel spectaculair. Namelijk door al die overstekende delen. De andere kant daar is een beetje een zigzag van steeds verspringende muurdelen. Die dan ook dat zeg maar de mogelijkheid bieden om hier kun je natuurlijk naar de woonkamer binnen. En als je wat verder doorloopt, hier loop je de keuken in. Dus dat is het zigzag dat hoeft zich van elkaar verschoven. Ik kan het beter illustreren. Kijk, dit is de voordeur. En dit is de toegang tot de keuken. Dus dat verspringt steeds, waardoor je een soort sluisachtige entree krijgt. Nou, de woonkamer is nu helemaal open. Hè? Ja, zeg nou zelf, blijf wel hier iets opdringen, zich opdringen van... als je dit zo leest, dan zou je denken, het is een oude ruïne waaromheen gebouwd is. Hè? Zelfs eentje, een ruïne met een historie. Terwijl natuurlijk naar dit daarentegen, de horizontale delen, dat beton... Dat is juist gespeend van elke uitdenknet, dat is bijna tijdloosheid. Terwijl dit daartegen alleen al in de materie een zekere tijdelijkheid suggereert. Nou goed, het mooiste moment is dit. Daar brengt hij uitdenknet zeg maar de beton. Dat moet je bekend voorkomen. Niet in letterlijke zin. Maar dit effect heeft Wright absoluut ontleend aan de Japanse architectuur. Of beter aan de Japanse cultuur. Namelijk het mooie vinden in zeg maar de tegenstelling. Het een is mooi, het ander is misschien ook mooi. Maar nog mooier zijn als die twee met elkaar worden geconfronteerd. En dat resolute dat zeg maar abstracte versus het resolute het letterlijk natuurlijke. Nou, dat laatste kijken. Ik kon het niet anders dan middels die beroemde Villa Katsura laten zien. Hè? Gaat over dit momentje. In Japan, we hebben hier te maken met een 17e eeuws prinselijk woonhuis. Maar dit is een mooi moment daar, omdat dit pad, het lijkt een beetje zo'n bedoeld toegang, maar het komt nergens uit. Het is alleen maar bedoeld, dit wat hier ligt, is alleen maar bedoeld om daar op die plek elkaar te ontmoeten, visueel te ontmoeten. Leuk om te weten, je kunt dan wel naar binnen, hè. Maar dan moet je naar binnen klimmen. En dit is voor de prins van Japan zijn onderkomen. Die dan op handen en voeten zijn woning binnen moet komen. Een mooie... Maar goed, even terzijde. Dat is dus datzelfde moment als hier. Dus Wright blijft de Japanse geest heel duidelijk nog eren door eigenlijk de bekende tegenstelling tussen natuur en cultuur tegenover elkaar te spreken. Geloven jullie in de schoonheid van het dualisme? Het mooie, dat is eigenlijk een beetje raar voor meneer. Alle schoonheid is dualistisch, lijkt mij, toch of niet? Toch? Het is nooit één of of het ander, maar het is vaak één en het ander. Toch? Ja? Ja? Mondriaan, om een voorbeeld te noemen. Is heel erg georganiseerd, denken we op afstand, maar is ook heel chaotisch. In één beeld, allebei tegelijkertijd. Misschien wel, maar zo even om me aan te tippen dat Wright die kunst verstaat. Hij weet ook in zijn huis de ruimtelijkheid te evenaren van de Japanse architectuur. Dus het gaat niet alleen om de detail. Hè. Die plek die we net zagen, dat is deze. Dan zie je dat een soort Hans en Grietje-achtig kiezelpad ligt. Dat is de plek waar we net naar keken. Maar ook binnen even passeren. Niet binnen. Goed, zo meteen binnen. Binnen is het net zo open. De woning van Wright heeft daarin eigenlijk heel opmerkelijk. Aan de buitenkant ziet het uit als een fort. Een kasteel. Dit motief van het herhalen van die traptreden in de leuning doet erg denken aan motieven van de Indiaanse decoraties.
Maar het is vooral uitdenken, ja, het is vooral uitdenken die spannende organisatie van die terrassen die het uitdenken. Ik bedoel, dit is die schoorsteen, dit is de spil, het is een beetje schematisch. Hè? En dan zie je dat het huis niet echt letterlijk net in het water staat, maar aan de rand van het water. Maar dan levert het dus uitdenken, dit is eigenlijk net zeg maar... Kijk, en dan moet je even meekijken. Zie je dat? Deze. En kijk, dat bochtje, denk ik, dat wil iets zeggen. Dat architect denk ik, toch niet de boom om laat kappen, denk omwille van denk zijn gebouw, maar denk de boom laat staan en zijn gebouw er denk als waar omheen ligt. Dat is ook wel een mooie gedachte. Hè? Dus nu gaat de vraag: als die boom nou doodgaat, dan heb je denk ik, daar die gekke, denk ik, dat zeg maar die gekke dat bochtje uit, dat je denkt, Jan, wat en laten ze de mensen zich het hoofd overbreken, denken van wat is dat nou geweest? Nou ja, nu heeft het denk ik volgens nog een soort logica. En kijken we naar iets. We gaan even naar binnen, kijken. Dan lopen we denk ik via dit kleine portaal, dat is dus nou die plaats, hè, dat is hier. Dan lopen we denk ik even denk ik, de kamer binnen. En dan komen we denk ik automatisch op het dek. Je zou het zo willen noemen, dit is het dek, hè. Het zijn via de trap boven komen. En dan ziet het zo uit. Het is net een hele open denk, architectuur. Hè? En daar, ondanks de buitenkant die denk, geslotenheid presenteert, ben je eenmaal op dat niveau van de woonkamer. Dan geeft het eigenlijk een totale view, bijna een soort panoramisch zicht denk, op de omgeving. Dat is natuurlijk ook de aantrekkelijkheid van de woning. Dan denk ik dat ook wel het gebruik van, denk, dit is dat bochtje. Hè? Waar je hier tegenaan kijkt, zo kun je de woonkamer binnen. Helemaal beglaasd, hè. Met denk ik, dat heerlijk dat lawaai van die waterval dus denk ik, dat onder je voeten. Hè? En dan kwam een belangrijk moment, Wright, die denk ik, dat wilde hoe dan ook denk ik, dat contact met die natuur. Want wij voelen ook wel een beetje het spijt denk ik, van het feit dat het ding over denk ik, de waterval staat. Maar hij wilde hoe dan ook naar die waterval bereikbaar maken met een trap. Dus denk ik, je moest dan denk ik, kunnen afdalen naar de waterval. Dus daar denk ik, zijn kosten gemaakt, denk ik, waarvan hè, denk ik, dat Kaufman misschien toch even wat twijfel had. Een mooie anekdote is dat het bureau denk ik, te klein was, vond denk ik, dat Kaufman. Denk ik, hij zei, kan er nou eens een cheque op uitschrijven? Denk ik, dat, wat overigens nou wel gezegd moet worden, als dan aan dat bureau deze tafel, denk ik, of aan dat bureau deze stoel staat, dat dan denk ik, meteen ook iets smaak van denk ik, de eigenaar zichtbaar wordt. En dat is nu inderdaad de smaak van het land van herkomst. Dat is toch uiteindelijk zeg maar, Beieren uiteindelijk bij uitstek wat zich hier... En dat is een mooie tegenstelling. Ik heb even een plaatje gelegd. Maar lopen even uiteindelijk naar beneden. Kijk, dit is die trap uiteindelijk. We zijn hier naar binnen gekomen via deze deur. Dan kun je om en dan kun je hier naar beneden. En dan kom je hieruit. En dan kun je dus even uiteindelijk zeg maar, boven de waterval staan. Of beter gezegd, even boven het water staan. Het heeft eigenlijk helemaal geen nut en zin. Het is alleen de enige mogelijkheid denk, om vanuit het huis ook letterlijk denk, contact te hebben met denk, het water. Wat er onderdoor stroomt. En dat levert dus zin. Maar je kunt er niet zitten. Je kunt alleen even gaan staan en dan denk, weer naar boven lopen. Om het weer denk, even te ervaren hebben. Of denk, whatever. Ik denk dat is wel de... Ja, de gedachte. Dus de kosten waren denk ik, aanzienlijk denk ik, om dit te doen, maar Wright stond erop dat het zou gebeuren. Hij zei, denk ik, nou, die trap moet er gewoon komen. En in die zin denk ik, is het huis denk ik, ook wel een resultaat van zijn eigenzinnigheid, of beter van zijn doorzettingsvermogen denk ik, in een bepaalde richting. De kamer is gewoon één grote open ruimte, wat ik al noemde. Ik denk, totaal open. Geen muur, geen barrière, geen indeling. Ook in die zin dat je denk ik, een studeerkamer of een eetkamer. Dus eigenlijk in die zin helemaal in tune met de tijd. Natuurlijk dat fraaie bovenlicht, denk boven. En dan moet je net even letten weer op de vloer. Hè? Dat is natuurlijk weer de materie van de plek. Dus je zit eigenlijk op dezelfde steen als buiten ook denk, de omgeving bepaald. Ja, dan komen denk, die hokkers. Denk meubilair is allemaal van, tenminste, merendeels van, denk Wright. En dan komt dat ene moment, dat is wel mooi, denk de haardpartij. Kijk, we lopen even eromheen, zie je dat? En dan komen we hier. En dan heeft hij daar, denk, nou, op die plek heeft hij, zie je dat? Heeft hij de rotsformatie van de plek heeft hij denk, door laten dringen denk, in het huis. Dus, denk, en dan moet je je voorstellen denk, hoe dat kan zijn als je dan hier buiten, denk, het is donker. Hè? En je zet dan denk, zeg maar, denk, de ramen op, dan hoor je dus de waterval. Hè? Maar dan weet je niet meer, denk, nou, dan kun je eigenlijk niet goed meer zien waar je bent. Want het is dat haardvuur wat daar zo knapperend. En dan kun je dus op deze steen plaatsvinden, dan kun je even denk, echt in de natuur wonen. Want dat is wel de bedoeling van dit wonen. Echt helemaal denk, een kampeerervaring, maar in een woning waar alles denk, ook qua luxe aanwezig is. Dus, denk, een keuken, denk, dat voor, nou, noem maar op. Denk, dus dat, dat,
Dat bepaalt dan een beetje de woning. Nou, is dit nou niet een beetje gek? Is dit nou niet een beetje gek? Kijk, want als je denkt aan wat we de vorige week hebben bekeken, de moderne architectuur in Nederland, dan was dat uiteindelijk vooral het omarmen van het nieuwe materiaal. Staal, glas en beton. En dat doet dit huis ook, maar aan de andere kant doet het nog iets anders. Het omarmt ook de natuur. Dus het materiaal is enerzijds absoluut high-tech. Het bouwen is constructief. Ja, tot het uiterste rekken van de mogelijkheden. Iets te maken wat zweeft. En aan de andere kant daartegen kan ik me geen ander huis voor de geest halen wat zo stevig op de bodem staat. En die bodem, zeg maar, letterlijk de natuur ook binnenhaalt om die ervaring nog eens een keer weer letterlijk te laten worden. Dus daar zit een dualiteit, niet alleen in de materie, niet alleen in de constructie, maar er zit ook wel een dualistisch element in het feit dat het high-tech is die het mogelijk maakt om het zo weer bijna primitivistisch in de natuur van een vuurtje te genieten. Dus daar eigenlijk is Writers bezig om de tijd vooruit te komen. Want natuurlijk materiaal. Eigenlijk had het zijn beste tijd gehad, vonden heel veel architecten. Als je bij de tijd wilde zijn, dan bouwde je met nieuwe materialen. En wat doet Wright daartegen? Die passeert die architecten in zijn architectuur ligt de aanloop tot de jaren 50 bouwkunst. En dan wil ik inderdaad even refereren. Ik had er wel een plaatje van bij zitten, maar ik dacht, nou, misschien ken je het niet meer. Ken je nog de Hanenhof in Geleen? Ken je nog de Hanenhof in Geleen? Heb je nog een beeld van dat gebouw? Dat was breuksteenbouw. Met grove brokken natuursteen. Kunderader schoolgebouw uit de jaren 50. Hebben altijd zo'n wandje. Wat bestaat bij allemaal van die brokken natuursteen. Wel een wandje. Want daar tegenover staat nu de unité-achtige structuur. Maar dat wandje is wel zeggend voor jaren 50 architectuur is weer sterk organisch. En wat doet Wright hier in een periode dat alle collega's nog met glas en staal totale doorzichtigheid en nieuwe architectuur aan het maken zijn? Is Wright eigenlijk bezig om kijk, alleen al dit. In Europa wordt nog de buisstoel wordt nog geëerd. Licht materiaal. Ruimtelijke meubilair. En wat doet Wright? Die haalt weer een boomstronk uit de kast om daar heel aanmächtig eigenlijk, naar bijna primitivistisch, een tafeltje van te maken. Dus de Kaufmans. Loopt niet zo goed af met ze. Dat is ook een punt. Hij wordt wel de curator moderne kunst, moderne architectuur van het MoMA. Dus in die zin hebben die lessen bij Wright in hem wel een spoor achtergelaten. Maar dat is een beetje de tragedie uiteindelijk. Want het huis doet aan geluk en gelukzaligheid. Ja, dat is het niet. Zij heeft besloten een einde aan haar leven te maken in dat huis. Dus ze heeft zich van het leven benomen ter plekke. Dus dat vertelt ook wel iets. De omstandigheden van het huis zijn natuurlijk wat anders ingekleurd dan het huis zelf aan ons zich wil presenteren. Nou, even naar Talisian en Talisian West. Daar had ik al een beetje over, het zomer- en het winterverblijf van Frank Lloyd Wright. Als het in Chicago winter wordt, dan trekt hij naar de andere kant. En dat doet hij in een soort karavaan. En dan bouwt hij in Arizona bouwt hij dit. En wat is dit? Wat is dit? Nou ja, misschien voor de toenmalige tijd ook. Ja, Talisian West is dus misschien nog meer dan het woonhuis in de buurt van Chicago, Talisian. Is Talisian West de plek van de fellowship. Dus wat we hier zien, is niet het woonhuis. Aan de rechterkant bevindt zich de grote tekenkamer. In principe waar alle medewerkers bezig zijn om projecten uit te voeren. Maar waar dus ook de fellows als studenten een rol spelen. Dus Talisian West is eigenlijk een soort nederzetting. Van een aantal gebouwen die met elkaar dus meer dan alleen het gezin van Wright een heleboel mensen kennen. In de buurt van dit gebouw hebben studenten ook de kans gekregen om allemaal eigen zomerverblijfjes te bouwen. Met de gedachte dat dat een opdracht kan zijn. Als je een klein zomerhuisje bouwt, hoe doe je dat dan?
uit Enkenat. Dus, en je kon het uit de plekken ook in het bouwen. Wright vond het belangrijk dat Enkenat zijn studenten dus feeling hielden met het bouwen. Hè? Niet met alleen het tekenen, maar ook het uitvoeren. Kijk, dit was een Natalitian uit Enkenat. Het oorspronkelijke Natalitian. En Natalitian West is dus naar een heel andere architectuur geworden. En dat is ook wel duidelijk, denk ik, omdat het schilddak wat we net zagen, zo bepalend voor de oude woning, dat het schilddak nu plaats maakt voor een meer door diagonalen vormgegeven architectuur. Ja. Loop je even naar, in the middle of nowhere. Ja, echt in the middle of nowhere, dus in de woestijn. Hè? Dus ook wel een uitdaging in de richting van, en dat sowieso het bouwen. Waar je ooit naar kijkt, dat is Phoenix. Ook wel mooi, om daar even, hè, net een... Aan de rand van Phoenix, en tussen de Phoenix overigens enorm gegroeid. Hè? In de oudere tijd, toen Wright hier in 37 begon te bouwen, was het desolaat. Wel mooi is het, nou, dit zijn de fellows. Hè? Ook wel idealistisch, idealistisch beeld van allemaal studenten. En ik dacht, dit is niet Wright, hè, voor alle duidelijkheid. Ik zeg maar even bij. Hè? Ja, maar, ja, want je zou die idee kunnen hebben, maar iets daarvan... is toch wel de werkelijkheid. Want hij trok dan met echt de hele karavaan, echt letterlijk met de hele karavaan, trokken ze naar het westen. En zo gauw het weer toeliet, trokken ze naar het oosten, begonnen ze daar weer met het bewerken van de akkers. Ik dacht, het is een beetje misplaatst, maar kijk, ik zou te zeggen, er is een enige overeenkomst tussen de een en ander. En daarmee wel iets aangegeven van de positie van Wright. Want ik noemde al, en zonder enige twijfel, Wright vond zich echt de allerbeste. Dus had hij ook geen enkele maar of geen enkele bedenking of whatever. Hij begreep zichzelf als gewoon de architect van de 20e eeuw. Zonder enig omhaal. Moses gaat een beetje ver, maar goed. Nee, ik probeerde eigenlijk ook zicht te geven op in onze ogen wat hoogmoedig of arrogant of hoe je het ook inderdaad zou willen invullen. En omgekeerd heeft hij in zekere zin toch wel gelijk gekregen. Door zijn erfenis van Wright kun je een aantal gebouwen noemen. En dan zeg je bijvoorbeeld het Guggenheim Museum. Kent iedereen. Wie je op een straat een plaatje laat zien van dat gebouw, iedereen zegt, dat is Frank Lloyd Wright. Maar als ik een plaatje van bijvoorbeeld Ronchamp van Le Corbusier laat zien, zal niet iedereen zeggen, dat is Le Corbusier. Dus er klopt wel iets van die aanmatigende uitspraak over zichzelf, dat die bepalend is geworden. Nou, wat je er ook van vindt, of dat wel of niet zo is, geschiedenis heeft Wright in een zekere zin toch een beetje gelijk gegeven. Dit is Talisian, dus het is een beetje, het is eigenlijk een gemeenschap. Een kleine nederzetting, het hoofdgebouw, dat is dit. En dan zijn er in de loop van de tijd wel allerlei andere zaken bijgekomen. Dit is dus behalve een plek om te wonen, te werken, is ook een plek van amusement. Dit is een theater is hier. Dus de fellows hebben daar ook een plek om... Gezamenlijk, toneel. Het landschap is bepaald. Het gaat er helemaal in op. Dus de manier waarop Wright hier vorm geeft. Alleen ook de kleurkeuze is er op uit om het landschap te verbinden met het gebouw. Of omgekeerd, het gebouw. Ik zou ook niet over één gebouw willen praten. Maar het zijn een heleboel gebouwen. En dan komt toch voorbij, en dat blijft indrukwekkend. Dat hij, je zag het net al bij Falling Water, dat hij natuursteen gebruikt. Maar hier doet hij dat nog op een nog grovere manier. Want dit mag dan, dit is een betonbouw. Maar de kern van, zijn hele grote brokken van, de steen ter plekke. Dus hij, dit is als het ware al een wandelende tegenspraak. Bij Falling Water zijn alle stenen, natuurstenen, nog enigszins van een rechthoekigheid voorzien. En hier daarentegen zijn het gewoon geraapte brokken die een onderdeel worden van een structuur die alleen al door zijn schuinte zeker zich wil verbinden met de net ontdekte het bouwwerken van de Maya's en de Azteken in Mexico. En dan moet je even letten op dit. Want dat is origineel, of hoe je het wilt noemen. En dat vertelt iets over dat de bewoners hier, mogen dan nu in onze ogen, Wright en zijn leerlingen zijn. Maar deze plek was al heel erg lang geleden bewoond. Door de Indianen, of hoe je ze anders het wilt noemen. Hè? De oorspronkelijke bewoners maakten ooit, in prehistorische tijd, maakten ze deze tekeningen. Dus waar wij in Europa een beetje, wij roepen Altamira en Lascaux,
Maar ik denk idem dito ook denk, aan de andere kant, dus in Noord-Amerika, een sedentaire gemeenschap, dus die zich had gevestigd, denk, landbouw denk, kende. En die zich denk, uitdrukte middels denk, deze beelden, deze hiërogliefen zou je bijna willen. Dus de culturen denk, zijn. En dan is dit, denk, we kijken, denk, dit is die boulder, hè, dit is die grote kei, die staat daar, we keken er zo tegenaan. En dan zie je wel wat dat betekent als je dan denk, de driehoek denk, ook gaat gebruiken voor de plattegrond, hè, de organisatie van het gebouw. Want dit is eigenlijk zeg maar, denk, de vorm. Dat geeft een dynamiek aan het geheel. De pergola, die hebben we denk, net al gezien, die was een onderdeel van hè, Falling Water. Maar die is ook een onderdeel van dit denk, complex. Het heeft natuurlijk ook net de functie van een schaduwbrenger. En dan, ja, dan is dit de tekenkamer. En dat is net, hè, ik bedoel, aan de uiterste kant denk, dat zie je dit denk, scherm. Dat kan dan open en gesloten worden. En dat zorgt natuurlijk voor, ik denk, de, want het is hier, ik denk, betijd weer echt knetter en knetter warm. Hè. Dus ik denk, alleen al temperatuurbeheersing, dat is een belangrijk denk, element. En, ja, het werd eigenlijk net heel simpel gebouwd. Je kon het denk, ook hier weer, het is handmade. Hè. Dus zoals je een tent bouwt, werd hier denk, een structuur gerealiseerd die daarna werd denk, overspannen. Ja, dat levert dus uiteindelijk, want dit is doek, hè? Dit is uiteindelijk het doek. Het is wel uiteindelijk in de loop van de tijd uiteindelijk veranderd, aangepast, hè? Maar de omstandigheden ter plaatse uiteindelijk lieten ertoe om uiteindelijk zo te bouwen. Met dus eigenlijk dat middelen, die horen tot de wereld van kamperen, in plaats van uiteindelijk met middelen van uiteindelijk het stevige steen uiteindelijk en onwrikbare constructie. De oorzaak of de origine lag uiteindelijk in de eerste tekenkamers ter plekke, die wat ad hoc-achtig uiteindelijk werden gebruikt om uiteindelijk het plan voor Tillissen uiteindelijk verder uit te werken. En dat leefde uiteindelijk deze kleine nee. Dus uiteindelijk voor de bouw is het tijdelijk onderkomen van de medewerkers. En dat ziet er ook uit als, ja, als een tent. Dat zijn tenten. Dat is opmerkelijk. Hè? Dus uiteindelijk in die zin gold uiteindelijk misschien voor hè, het Falling Water House. Maar ook de andere bouwwerken die Wright in die tijd net reageert. Zijn bij tijd werden eigenlijk naar omgekeerd evenredig aan denk, moderniteit. Zijn eigenlijk naar bezig om weer terug te keren naar een hele eenvoudige architectuur. Hè. Dat speelt. Ik denk die grote steen, maar ook denk, zeg maar, de constructie erachter. Die geven uiteindelijk dit denk, net een ja, bepaald. En natuurlijk net dan denk, het spektakel van denk, de organisatie sowieso. Ik kon nog even uitdenken, net niet laten om een ruïne te laten zien van uitdenken en dan het vergelijk uitdenken te maken met net deze architectuur. Goed, dat was het voor vandaag. Dat was het. Ja, dat was het. Het was een watertoren. Watertorentje. Die zorgde voor de druk. Dus ik neem aan dat er uitdenken net een spaarbekken is geweest waar het water in werd verzameld. Ja, maar dat zou je nog kunnen afvragen. Net de woestijn, denk dat, hoe is dat dan? Zo Jan, ik doe even de deur, dan kun jij er... Dus niet volgende week, maar over 14 dagen. Ja, over 2 weken. Ja, oké. Okay. Goeie Pasen. Ja, ja, dat is volgende week, hè? Dus over 14 dagen. Ja. Dankjewel. Ja, helemaal. Tot over 14 dagen. Fijne Pasen. Ja, voor jou ook. Ja, dankjewel. Ja, dan is dat volgende week. Nee, tot over 14 dagen. Ja. Goed, tot over 14 dagen. Prima. Fijne Pasen. Ja, fijne Pasen. Nu al. Ja, je bent de eerste. Ja.
combinatie erbij. Oké. Okay. Nog even terug kunnen kijken. Ja, dat kan ik wel moeilijk tegen, Florence. Nee, want ik denk, wat je dan kunt doen... Ik heb alleen maar 4G. Nee, dat heeft daar niks mee te maken. Nee, want ik heb uiteindelijk dat de opname, die uiteindelijk net staat bij on demand, hè. Ja. En als je dat aanklikt, en dan krijg je weer de vraag om een code, maar die heb ik je toegestuurd dan. Ja. Daar heb je geen verbinding voor nodig. Ik denk niet in die zin zoals net bij deze online les. Ja. Die staat er gewoon, denk ik, zeg maar, als een soort download, staat die op, denk ik, op de website. Dus dan kun je gewoon kijken zonder dat je denkt... Ja, in de cloud. Nou, ja, hoe dan ook. Okay. De problemen die je met online hebt, hè, die heb je dan niet. Okay. Je kunt er gewoon nakijken, denk ik. Zoals je bijvoorbeeld op YouTube ook net gewoon filmpjes kunt kijken. Ja. Zo kun je dan dat, denk ik, die les kun je ook kijken. Ja, ik ga weer proberen. Oké. Okay. Ik zou zeggen, beloof je het? Ik beloof dat ik weer ga proberen. Oh, man. Oh, ja, weet je, ik vind het zo zonde als mensen worden afgeschrikt door, denk ik, ja, door de techniek, hè. Dat je denkt van... Dat, ja. Ja, nee, goed. Ja, het is eenvoudig, toch? Hè? Ja, ik vind het van wel. Maar ja. als je de dingen 2 of 3 keer hebt gedaan... Ja, nee, maar dat is het punt. Je moet het wel doen. Want als je het niet doet, dan... Nee, precies. Gaat niks fout. Maar hier lukt het wel. Het was strikt. Nee, Parijs weet het niet. Oh nee, maar dat zijn die slechte Parijzen. Probeer het nog maar een keer. Ja, ik ga proberen. En doe maar datgene wat ik je zei, on demand. Dat is net, ja, dat is denk ik de weg waar je deze les... Mentaal heb ik een beetje gelukkig, maar nu is de hand. Oké. Okay. Ik hoor het. Goed. Fijne paas, hè? Hey. Hoi. Goed, dat was het. Ja. Yeah. Dat hoor je intussen wel, denk, of je luister, jullie luisteren mee, neem ik aan. Even kijken waar de camera zit. Er zijn wat twijfels over de online uiteindelijk dat mogelijkheid. Nou, jullie zijn natuurlijk net ervaringsdeskundig, zou ik gaan zeggen. Ja, ik vind het zo zonde als er net die mogelijkheid net niet benut gaat worden of kan worden. Nou, vanaf deze plek in ieder geval uiteindelijk dat een fijne tijd, een fijne paas. Hè? En ook een beetje net met nadruk. Dat betekent dus dat uiteindelijk de laatste les niet volgende week kan zijn, want dat is na tweede paasdag. Maar de laatste les is een week erna. Dat moet je even in de gaten houden. Maar je krijgt bericht van mij, dus dat komt goed. Ja? Dus sta niet verbaasd als je volgende week geen informatie van mij krijgt. Want die komt dan pas en denk een week later. Ja? Goed, tot over 14 dagen dus. Hè? Tot ziens. Hè? Dag.